Nieuwkomers. De tentoonstelling over Vlaamse kunstenaars in Haarlem. Nu te zien in het Frans Hals Museum. Rond 1600 trokken veel Vlamingen naar Haarlem. Waaronder vele kunstenaars. Zij brachten blijvende verandering in de stad en in de kunst. In de tentoonstelling Nieuwkomers volgen we 6 van hen. Natuurlijk Frans Hals, die als peuter naar Haarlem kwam en uitgroeide tot dé portretschilder van de stad. Architect Lieve de Keij maakte iconische gebouwen die nog altijd het beeld van de Haarlemse binnenstad bepalen. Na zijn reis naar Italië bracht Karel van Mander nieuwe ideeën naar Haarlem. Esaias van der Velde was een meester in modieuze feestjes en in echt Hollandse landschappen. De in Antwerpen opgeleide Pieter Klaas specialiseerde zich in Haarlem in schitterende stillevens. Ook Adriaan Brouwer nam een geliefd genre uit Vlaanderen mee. Levendige herbergscènes met kroeglopers en raddraaiers. Maar wat bracht deze 6 kunstenaars in beweging? En waarom was Haarlem voor hen zo aantrekkelijk? Ontdek hoe de kunst en de stad voorgoed veranderden door deze Vlaamse nieuwkomers.